Na regen komt zonneschijn, want het blijft mooi weer. Maar we hebben gelukkig na al die warme dagen ook nog wat verkoelende regenbuitjes gehad hier en daar in het land. Nou, warme weer zorgt er natuurlijk voor volle terrassen, volle stranden. En daar gaan we het dan ook vandaag weer over hebben in deze nieuwe Omroep Hulst Informeert. Er wordt ook steeds meer georganiseerd. Laat de regen vooral maar komen voor de 25 winnaars van de regentonnen. U kon namelijk onlangs in Zeeuws-Vlaanderen een enquête over het klimaat invullen. En ruim 1300 inwoners van Zeeuws-Vlaanderen hebben daaraan meegedaan. En onder die deelnemers werd dus een regenton verloot. En de vragenlijst die ingevuld kon worden ging dus over die klimaatsverandering waar we nu alles van merken. Extreem weer, heel warm of juist heel veel regen. De gemeente Hulst heeft een nieuw subsidiebeleid. Dat is al vastgesteld en voor 1 oktober moeten ook de nieuwe aanvragen ingediend worden. Verenigingen die zo'n aanvraag willen doen en daar wat problemen mee hebben, er zijn dus wat informatiebijeenkomsten die worden georganiseerd in september op woensdag 2, vrijdag 4 en maandag 7 september 's avonds in de Dullaard kunnen verenigingen zich aanmelden en dan krijgen ze meer uitleg bij die nieuwe subsidieverordening. De bewoners van de Vogeldijk bij Hengsdijk hebben een brief van het waterschap in de bus gehad. Waterschap Scheldestromen gaat namelijk daar aan de weg beginnen. Er worden asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd en dat duurt tot en met 9 oktober. Er kan dus wat hinder zijn. De weg wordt daar afgesloten en er is een omleiding ingesteld. Nou, het betreft dan de Vogeldijk vanaf nummer 6 tot en met de Paulusstraat. Hulst voor elkaar nodigt u uit bij hun food truck. Gezellig even buurten in de buurt. Een kopje koffie even bijkletsen met de buren. Dat kan in Hulst en in Klingen bijvoorbeeld. Maar ze gaan ook verder door de gemeente Hulst. Nou, gewoon even bijkletsen met Hulst voor elkaar. Dat kan bijvoorbeeld op dinsdag 18 augustus. En de tijden zijn iedere keer van 2:30 tot 4. 18 augustus is dat aan de Keizersdijk. De 19e zijn ze dan te vinden bij de Dullaard. En 25 en 26 augustus strijkt de foodtruck van Hulst voor elkaar neer. Eerst in Klingen aan de Reinhardtlaan. En de 26e bij de Moerschansstraat weer in Hulst. Dus klets even gezellig bij. Gezellig samen zijn, dat kan ook bij de Statie in Sas van Gent. Een nieuw ontmoetingscentrum voor mensen ja, die geheugenproblemen hebben, maar ook voor hun mantelzorgers. Het moet vooral iets laagdrempelig zijn. En de behoefte hieraan is heel erg groot. Dat hebben ze wel gezien aan de enorme grote lijst met aanmeldingen die er kwam. Er is nu zelfs al een wachtlijst. Ze hebben dus ook dringend behoefte aan vrijwilligers. En nu in de vakantieperiode hebben ze rond thema's gewerkt. Zo werden er pizza's gebakken rond het thema van Italië. Aan vrijwilligers gelukkig geen gebrek bij jeugdvakantiewerk in Hulst. Want ze hebben er weer een groot feest van gemaakt. Ze hebben zich echt enorm ingezet. Niet alleen de vrijwilligers, maar ook de kinderen. Om deze keer toch in coronatijd een mooie speelweek te organiseren. Op verschillende locaties in de gemeentes werd wat georganiseerd. En ze maakten iedere dag er een mooi filmpje van. Nou, één zo'n filmpje willen we u zeker laten zien. Thank you.
kinderen hebben zich reuze geamuseerd. En bijvoorbeeld naar het strand gaan. Dat vinden kinderen ook altijd enorm leuk. Nou, de VVV in Katzand die houdt al jaren met groot succes een jutterstocht. Op het strand in Katzand dus. Met een schepje erbij, emmertje, zeefje gaan de kinderen dan op pad. En ze vinden natuurlijk de grootste schatten. Nou, dat kan nog op 26 augustus. En ook in de herfstvakantie gaan de kinderen weer op pad. Je moet je wel even van tevoren aanmelden. En het is dan van 10:30 tot 12:00. Aanmelden kan bij vvvzeeland.nl. En ga dan op 28 augustus eens op zoek naar vleermuizen. Tijdens de Europese Nacht van de Vleermuis. Een avondexcursie en die is in Groede. Nou, samen met een gids en een beddetector, een apparaatje waarmee ze vleermuizen kunnen horen, ga je dan op zoek naar die bijzondere en beschermde zoogdieren. Je krijgt heel veel informatie. En ze wonen bijvoorbeeld ook daar in de grote kerk. Je moet je natuurlijk wel weer in deze tijd zeker vooraf aanmelden. En dat kan door een mailtje te sturen naar info@landschapsbeheerzeeland.nl. Niet alleen Hulst, maar ook Sluis is een vestingstad. Een hele belangrijke vestingstad. En daar in Sluis is op dit moment een tentoonstelling in het Belfort. Die tentoonstelling heet Bastions zonder grenzen en vertelt de geschiedenis en het ontstaan rond die vestingswerken. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 13 september. Eigenlijk heel de week tot en met 4:30. In de gemeente Sluis, maar eigenlijk in heel Zeeland, vragen de strandwachten u goed op te letten naar de vlaggen aan het strand. Die vertellen u bijvoorbeeld of het water wel veilig is. Nederland is natuurlijk opgeschrikt door een aantal drenkelingen die gered zijn en sommigen die het niet hebben kunnen halen. Ook moet de kustwacht vaak onnodig uitrukken. Let dus op die vlaggen. Die vertellen u bijvoorbeeld, kunt u met een zwemband wel de zee in, is er een gevaarlijke stroming? En wist u dat bijvoorbeeld een vlag met een vraagteken betekent dat er een kind zijn ouders zoekt? Nou, zegt u, dat weet ik niet, waar kan ik het vinden? Nou, bij iedere strandopgang staat een bord met de betekenis van die vlaggen. Geen rode vlaggen, maar rode lampen kleurden de panden van bedrijven die werkzaam zijn in de evenementenbranche. De culturele sector heeft het heel erg zwaar. Terrassen zitten al dan al wel weer vol. Vliegtuigen ook best wel, maar theaterzalen die blijven leeg. En ook concerten en dergelijke gaan, andere evenementen gaan niet door. En de branche heeft dan ook een omzetverlies van een 85%. Ze vragen hiervoor aandacht politiek door dus landelijk die panden rood te kleuren. Gelukkig gaan er kleinschalig alweer wat evenementen wel door. Het Skaldes Kamermuziekfestival gaat namelijk door. En ze organiseren een drietal prachtige concerten in Zeeuws-Vlaanderen. En wel in het weekend van 21 tot 23 augustus. 21 augustus? Helaas, Emmadorp is al uitverkocht. Maar u kunt nog wel komen luisteren en genieten op 23 augustus in het Scheldentheater van Terneuzen. En 22 augustus in de Grote Kerk van Groede. Meer informatie of wilt u reserveren? Kijkt u dan eens op www.skaldesfestival.nl. En Vestrock in Hulst, nou, dat zou volgend jaar al doorgaan, maar ze hebben nu te horen gekregen dat ze €75.000 subsidie krijgen voor dit festival. En dat is namelijk van het Fonds voor Podiumkunsten. Nou, ze moeten nog wel het een en ander aan hun programmering aanpassen, omdat het nog niet helemaal in kannen en kruiken was. Maar het belooft toch voor de komende jaren een steeds mooier festival te worden. De kinderboerderij in Terneuzen heeft toch wel een beetje verdrietig nieuws. De hertenwei die was echt toe aan een nieuwe omheining. Niet om de dieren alleen binnen te houden, maar ook voor de veiligheid van de dieren, die best wel eens kunnen schrikken van het een en ander. Er is op Facebook en dan via andere media een inzamelactie geweest en gelukkig, daar is heel goed op gereageerd. Hartelijk dank voor iedereen die daar aan meegewerkt heeft, maar helaas, voor de herten is het niet voldoende geweest. Dus met pijn in het hart heeft de kinderboerderij moeten besluiten dat binnenkort er afscheid genomen wordt van de herten. Er wordt een nieuw onderkomen gezocht voor de herten en hun kalfjes. En hartelijk dank ook voor alle mensen die zich ingezet hebben om 1400 handtekeningen in te zamelen voor de stichting Zeeland Tolvrij. Die willen natuurlijk, en die hebben dat nu ook ingediend, een referendum, want ze zijn het er niet mee eens dat
Westerschelde-tunnel niet opgenomen is in de compensatieregelingen. Niet alle handtekeningen die zijn geldig, want er zijn mensen die een handschrift hebben. Daar zou menig apotheker of huisarts jaloers op zijn. Maar in ieder geval wel bedankt voor alle mensen die wel meegedaan hebben. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Omroep Hulst informeert. Ook volgende week zijn we er natuurlijk weer met Niels uit de regio. Blijf daarom vooral uw tips, filmpjes en foto's sturen naar redactie@omroephulst.tv. En natuurlijk sluiten we af met muziek en deze keer van Corn and Beans. Ze brengen muziek van de jaren 50, 60 en we hebben beelden van een livestream. Een optreden dat via internet uitgezonden wordt, want ze doen niks liever als dadelijk na coronatijd natuurlijk weer optreden voor publiek. Maar dit was dus opgenomen en deze zes heren die zijn al jaren bezig in de muziek. Dus laten we maar eens luisteren en tot de volgende keer. Thing.